In feite heb je met het stokje, wat ik voor de zometeen voor de Turkse stof wil gaan gebruiken, al iets waarmee je kan spinnen. Ik heb hier aan een punt gesneden. Hier zit een kleine notje in waar je ook wol vast zou kunnen zetten. Maar goed, ik heb het eerste stukje wol tussen mijn vingers, heb ik dat al twist gegeven. En je kan heel makkelijk, als je nu verder gaat, kan je je wol langs de draad, langs de punt laten slippen. En op die manier, kijk, er komt twist in, er komt twist in. Op die manier kan je dus ook al, als je flink uittrekt zo, ik trek mijn wol uit, het grijpt aan, je kan het een beetje oprollen. Op die manier kun je dus ook een mooie draad maken.